In de exporuimte van de cacaofabriek is nu de tentoonstelling Control Alt Delete van beeldend kunstenaar Jeroen Cremers te zien. Zijn sculpturen van karton en keramiek verwijzen naar een fictief vervallen wereld die doet denken aan zowel oude culturen als een absurdistische cartooneske wereld. Het terugkerend thema in het werk van Jeroen Cremers is het voortdurende proces van verval en opbouw, waarnaar de titel dan ook verwijst. En ik wens Jeroen van harte geluk met deze positie. Want hij is de schepper van het hier tentoongestelde. Een tentoonstelling die ik, daar komt hij, bij deze geopend verklaar. Control Alt Delete is een toetsencombinatie die oorspronkelijk was bedoeld om de computer te resetten. Het commando Control Alt Delete is een soft reboot, een zachte herstart. En verwijst in deze tentoonstelling naar de menselijke neiging tot zelfdestructie. Aangegrepen door beeldenstorm en iconoclasme onderzoekt Jeroen Cremers hoe mensen elkaar beïnvloeden en de wereld waarin ze leven opbouwen en afbreken. De solo-tentoonstelling is tot 6 augustus dagelijks van 1 tot 5 gratis te bezoeken in de exporuimte van de cacaofabriek.